zijn bij de eerste training van FC Groningen. En het was lekker druk. Ik heb het nog niet zo druk meegemaakt hier bij de eerste training. Ik heb nu 2 seizoenen hier gehad. Dus dit is de 3e keer. En dit is de 1e keer dat we zoveel mensen hadden. Dus dat was wel leuk. Seizoen, nieuwe competitie. Dus we zijn elkaar gewoon nog een beetje aan het leren kennen, want er zijn ook een paar nieuwe spelers bij. Ja, het was wel een pittige training vandaag, volgens mij. Maar ook goed. Ik denk dat we nu beginnen met nu al beginnen te leren hoe die trainer denkt. En dat is hartstikke leuk. Genoten van mijn vakantie, ook doorgetraind, dus zijn er weer klaar voor. Ik denk iedereen wel, veel jongens gesproken, veel jongens hebben ook doorgetraind. Maar ook gerelaxed en op de training is wel te zien dat bijna iedereen eigenlijk wel fit is. Dus dat is goed om te zien. Maar na een seizoen ben je altijd blij dat je een beetje rust pakt. Maar na 1 week of zo gaat het meteen weer beginnen te dribbelen. Ja, eerlijk gezegd, de trainingen bevallen me wel. Veel met bal, loopjes, dat moet natuurlijk ook gebeuren, maar ja, voornamelijk met bal. Het is wel pittig, maar ja, dat is belangrijk in de voorbereiding, want we moeten natuurlijk fit mogelijk zijn voor de competitie. Ja, het is mooi dat mensen hier naartoe komen. Ook vandaag was het weer niet zo top. Veel kinderen, veel ouders, veel fans die hebben genoten denk ik van de training. Een paar leuke oefeningen gehad met afwerken, met omschakeling, partijtjes. Dus ik denk dat ze wel hebben genoten. En dan blijf je spelen. Dan speel je 3 hoekjes en dan komen zij door en met dan. Met onze keeper, met oude co-keeper, die heeft plasma. Dat denk ik net een killer. But now we lose balls too easily. Dus even de bal in de ploeg houden voor te bereiden. Mag ik hem al handen? Hap je aan. Zo, dankjewel. Ja, dankjewel. Heb je er zin in? Zeker weten, ja. Ik hoop dat het af te zien is van me. Heb je er zin in? Ja, 100%.